Ik ben Greg Oosterhuis-Rowan en ik speel basketbal, power forward. Ik ben begonnen met basketbal omdat het mij trok. Ik had er aanleg voor, volgens de coaches, daarom ben ik verder gegaan. Mijn eerste basketbalherinnering is dat ik voor het nationale team ik ben atletische speler. Ik kan van buiten schieten, goede rebounder en teamspeler. Mijn doel voor dit jaar is de play-offs halen en zo hoog mogelijk eindigen. Ja, toch de competitie verrassen dat wij meer om onze petto hebben dan dat mensen denken misschien. Mijn meest herinneringvolle wedstrijd is de dag dat we landskampioen werden. Wat ik in mijn spel wil verbeteren is mensen wil laten zien dat ik eigenlijk op mijn oude niveau ben na mijn blessure. Ik luister verschillende nummers. Wat ik elke wedstrijd wel luister is A Boogie, Just Like Me. Mijn pre-game routine is vroeg opstaan, ontbijten, meditatie, weer eten, even rusten en voor ik naar de wedstrijd ga, bepaalde playlists luisteren en ik kijk dan ook naar bepaalde basketbal filmpjes. Mijn grootste blunder op het veld is dat ik ooit een persoonlijke fout heb gemaakt, een heel cruciaal moment van de wedstrijd. Mijn favoriete team is Lakers. Mijn favoriete speler is Kevin Durant. Het is een perfecte uitlaatklep. Of je nou een goede dag hebt of een slechte dag, het is altijd. Je kan je frustratie op een goede manier erin kwijt. Ik hou van gezond eten, maar af en toe een snackje hier en daar. Dat is wel mijn guilty pleasure. Aan mijn vrienden, tijd doorbrengen. Ik hou dus van de sportschool en ik hou dus van yoga, mediteren.